Het is weer pompoenentijd en we zien ze overal langs de weg, Stoorn, en we willen eens weten wat dat nou precies voor dingen zijn. We zien bij Huizenhof in Beugenum, bij Christine. Hallo. Christine, we hebben hier alle soorten pompoenen liggen. Wat zit het eigenlijk voor? Het is groente, hè? Het is groente, het is een komkommerachtige. Een komkommer. En het is de oudste vrucht ter wereld die gebroekt wordt, want er zijn nog resten gevonden die dateren van 7000 voor Christus in de grotten van Mexico. En allerlei kleuren en moorden. Ja. Hoe zit dat? Groeit het allemaal door elkaar? Het groeit allemaal door elkaar, maar wij kopen het soort van die soorten kopen wij in. Dus dat we zeker weten dat we een 300 soorten kunnen verbouwen. Maar ze staan wel bij elkaar op een veld? Ze staan bij elkaar, ja. Want het, is, het soort wat wij geleverd kregen is zuiver soort. Als ze hier weer het soort uitholen, dan kan er gans gaat anders uitkomen. Dan kennen ze goed dat ze een oranje hebben, dat er een groen uitkomt. Maar wij, omdat we al 85% voor consumptie verkopen, willen we zeker zien dat het zuiver pompoenen zijn, dat ze zich niet bestoven hebben met een niet eetbaar soort. En hoe lang duurt dat eer die uitgegroeid zijn, zeg maar? Dat gaat heel vlot. Wij planten nou de ijsheilige en 3 maanden later kan ze er al een hebben van 100 kilo of meer. Dus, 3,5 maanden dan zijn ze riep. Zijn alle pompoenen eetbaar? Nee, niet alle pompoenen zijn eetbaar. Wat Jan daar heet is bijvoorbeeld... Dat is wel een hele aparte pompoen? De fles kalabas. En de fles kalabas heeft de neiging om uit te drukken. En die werden vooral dan door de Grieken, Romeinen en Egyptenaren gebruikt als gebroeksvoorwerp. Dus als als ze de honger een sjool van afsnippen, ze een sjool voor te eten, te drinken. Ze maken er muziekinstrumenten van. Maar dit is dan al een ooi? Als ze ingedrukt zijn, dan kan een jaar duren eer dat dat zo wordt. Maar hoe kan ze aan zien of die nu wel of niet eetbaar zijn? Ik ken ze allemaal bij naam. Dus ik weet zeker welke dat niet eetbaar zijn en welke dat eetbaar zijn. Ja. Maar over het algemeen de beige, die daar in het midden liggen, de beige soorten, die zijn eetbaar. De groene, de donkergroene. Want de meeste mensen associëren pompoen met oranje, wie tomaat met rood. Maar dat zijn de minst smakelijke die er zijn. Die zijn meelig en de korreliger van structuur. De groene soorten die zijn ook allemaal oranje van binnen, maar die zijn veel fruitiger, vleesiger van wat te eten. Die niet eetbaar zijn, zijn die giftig? Giftig, het ganse gerecht smaakt heel bitter. Dus als ze de ene hap van in de mond hebt, dan spiet ze het gewoon uit, want het is echt heel vies. Maar het is niet giftig? Nee, het is niet giftig, maar de ene hap zet ze vanzelf uit. Giftig is het zeker niet. En tegenwoordig wordt er erg veel gerechten van gemaakt. Wat maken ze er zoal van? Ja, de soep. In het algemeen, en dan kunnen ze lekkerder maken door gambas, wokken en chilisaus met knoflook. Of met kokosmelk en curry, dan krijg je er weer een Aziatisch tintje aan. Maar wij maken er eigenlijk alles van. Tortilla, ijs, fly, wafels. Ja, dus zo gek nog niet wat ze er eigenlijk van kunt smaken. Want 2 jaar geleden ben ik in koffietijd geweest en heb ik toen al met de kok een pompoen tortilla gemaakt. En de mensen gaan steeds meer experimenteren. En omdat ze heel gezond is, want ze bevat alle vitamine, sporen, elementen en mineralen, denk ik dat de mensen het ook steeds meer proberen. En het is ook een beetje een experiment. Hè. En in deze tijd van het jaar, wie de sperjes en de arbeid in het vuur, ja, dit is de groente die uitstekt, dan proberen ze er ook steeds meer van. Moeten ze keur bewaard worden? Ja, voor de eerste nachtvorst moeten ze naar binnen en dan kunnen ze in een schuur of in de kelder kunnen ze bewaren. Dat ze gedurende het vuurjaar ook nog gerechten van pompoenen kunnen maken. En dus hoeft ze niet in te vrezen? Nee, want vooral de griezen die zijn tot een jaar houdbaar. Dat zijn de winterpompoenen en die kunnen ze tot een jaar dat ze die in gerechten kunnen verwerken. Pompoenen zijn nog medicinaal, hè? Ja, vooral van deze pompoen, dat is de Gleisdorfer Ölkürbis. Die wordt in de Steiermark verbouwd. En daar wordt vooral de pit uitgehaald. En als mannen iedere dag 15 van die pitjes eten, dan verkleint je de kans op prostaatkanker. En uit die pitjes wordt ook weer de olie gewonnen, die in veel gerechten verwerkt wordt, zoals pesto, lekker op roastbeef, op maaltijdsalades. Die heeft een beetje een nootachtige smaak. Van deze wordt het vruchtvlees niet gebroekt.
lijn puur voor de pit. En die pitten waren ook heel veel in mik. Met zonnebloempitten en de pompoenpitten waren die daarin verwerkt. Wat zijn we hier voor dingetjes liggen? Dit zijn komkommerachtige. Die zijn allemaal familie van de pompoen. Behalve dan hier dat paarse. Dat is een sieraubergine. En die worden vooral verwerkt in de bloemsierkunst. Samen in deze type pompoen, hortensia en allerlei gedreugde vruchtjes. In pompoenscholen, zoals ze hier op de trap zus. En in de bloemsierkunst is het een heel gewilde vrucht, omdat het ook qua vorm en qua kleur ontzettend mooi maakt. Niet eetbaar. Als die er bovenaan, dat is de egelkomkommer, de onderaan, dat is de distelkomkommer. Hier hebben we de kruisbeskomkommer. Dat zijn allemaal verschillende soorten komkommerachtige. En deze, die wordt in kassen of uit Mexico komt er, dat is de chayote, dat is ook een komkommerachtige familie van de pompoen. Die is wel eetbaar, die gebruiken ze in stoofschotels. De smaak tussen courgette en komkommer in. Ja. En voor te bakken, te koken, daar gebruiken ze deze vrucht voor. Je zit 4-6 dagen in de week open? We zijn van s'morgens tot en met zaterdags van 10 tot 5 tot Halloween. Dat is 31 oktober zijn wij geopend. En het eerste weekend van september hebben we altijd ons pompoenweekend. Dan kunnen de mensen ook van alles proeven over de pompoen. De tuinen staan gedecoreerd met bloemstukken. En dat is echt een leuk uitje om te doen. Oké, Huis en Hof, Holstraat in Buchenum.